De Kaagbaan is weer open. 3 weken lang was de op 1 na langste start- en landingsbaan op Schiphol buiten gebruik wegens groot onderhoud. Schiphol TV nam 2 dagen voor de ingebruikname een kijkje bij de laatste werkzaamheden. Het is heel goed gegaan. Alles is volgens plan eigenlijk verlopen. Zondagavond moeten we opleveren en dat gaan we redden. Tijdens het onderhoud is op een groot deel van de baan, inclusief de op- en afritten, 110.000 vierkante meter asfalt vervangen. Na het asfalteren worden de kantstrepen en de aslijn, dit is de lijn in het midden van de baan, opnieuw gemarkeerd. De witte lijnen worden getrokken met zogeheten sprayplast. Dit is geen verf, maar een slijtvaste kunstharst. De sprayplast wordt bij een temperatuur van 180 graden vloeibaar gemaakt en in een zeer dunne laag aangebracht. Hierdoor behoudt de baan zijn stroefheid. Als alle lijnen zijn gezet, is er in totaal zo'n 16 ton van deze kunstharts gebruikt. In de nacht van 2 op 3 oktober is de Kaagbaan weer opengesteld. Vervolgens zal de baan nog 13 nachten enkele uren worden gesloten om te worden geveegd. Als de baan in gebruik genomen wordt, monitoren wij hoe de toplaag die we aangebracht hadden zich gedraagt. We vegen dat, we wegen het materiaal wat er vandaan komt en dat zetten we in een tabel. En dat is dus onderdeel van de kwaliteitstoets van het werk. Kijk voor meer informatie over het onderhoud van de Kaagbaan op bezoekbas.nl.